Door het mislukken van de slag bij Huissen blijft het stadje nog eeuwenlang deel van het land van Kleef. En niet alleen Huissen. Ook Zevenaar, Wehl, Duiven, Lobith en veel andere Gelderse dorpen liggen in de Kleefse enclaves. Ze zijn omringd door Gelders gebied, maar worden vanuit dit Duitse kasteel bestuurd. Dag meneer Smit. Goedemiddag. Mooi om je hier te zien. Ja, ik kom in een hier echt ook Duits raar. Kasteel, hè? Ja, dat is wel zeker. Je bent een paar kilometer over de grens en je bent meteen in Duitsland hier in Kleef. Dit voelt wel heel Duits aan. Al spraken ze hier vroeger ook bijna allemaal een Nederlands dialect. Maar vanuit dit kasteel is een groot deel van Gelderland dus bestuurd, eeuwenlang. Ja, in ieder geval een belangrijk deel. De Kleefse enclaves. De Kleefse enclaves, precies. Met twee Gelderse steden, Huissen en Zevenaar, de Liemers, dorp Wehl en nog zo wat kleine gebiedjes, Hulhuizen, Kekerdom, Leut. Dus alles bij elkaar toch wel een flink stuk van Gelderland, ja. Dit was het regeringscentrum al die eeuwen? Hier zetelden in elk geval in de middeleeuwen eerst de graven, later hertogen van Kleef. En vanaf 1609 was Kleef deel geworden van het keurvorstendom Brandenburg. En toen zat hier de regering van de provincie Kleef. Toen zat de centrale regering in Berlijn. Kan je het nog steeds merken in het dagelijks leven in de Liemers, in Huissen, dat ze eeuwenlang Duits zijn geweest? Nou, wat in ieder geval heel lang nog is opgevallen, is dat het gebied heel lang heel erg katholiek was. Nog steeds eigenlijk wel. En voor een belangrijk deel nog is. En dat komt omdat in het Kleefse land het katholicisme eigenlijk in de hele 17e en 18e eeuw vrij mocht worden uitgeoefend. Precies 200 jaar geleden was het eindelijk zover. De Kleefse enclaves kwamen bij Gelderland. Dus dit is de grens van 1816 waar we nu op lopen? Dit is de grens van 1816. En er staat af en toe een grenspaal. Dat zou leuk zijn. Dat we tenminste weten waar Nederland eindigt en Duitsland begint. Hier, dat is een paal. Oh ja, dit is een paal. Dus dit is echt een originele grenspaal van 200 jaar geleden? Deze zijn tussen 1816 en 1818 zijn die palen gezet. En ze moesten toen eindelijk ook iets doen aan die rare Kleefse enclaves. In die rare hap die uit Gelderland genomen werd al eeuwen. Ja, die palen die zijn natuurlijk de afbakening van een land. En dat vragen natuurlijk om smokkel. En hoe ingewikkelder de grens, hoe meer smokkel er is. Bovendien, als je natuurlijk ziet dat die Kleefse enclaves doorliepen tot aan Arnhem, dan kon je natuurlijk nooit een fatsoenlijke Nederlandse grensverdediging aan de oostkant opzetten als je die enclaves nog had. En hoeveel grondgebied kregen we erbij? Nou, dat is ongeveer 90 vierkante kilometer. Dus dat is ook niet heel spectaculair, maar toch voor een provincie als Gelderland wel de moeite waard. Ja, ik ben er wel blij mee hoor. Ja, toch een feestelijk jaar. Wie zou er niet blij zijn om bijvoorbeeld Huissen bij Gelderland te krijgen? Dat sowieso. En daarom vind ik ook dat die paal, daar moeten we toch iets mee. Ik moet in het zeggen, feestjaar, zullen we eens proberen of we in eerste instantie recht kunnen zetten? In voorbereiding op die werkgroep die dat gaat doen. Dus zetten wij de grens recht. De Kleefse enclaves kwamen in 1816 bij Gelderland. Maar dat ging niet vanzelf. Kijk, hier is het bier Duitsland, de wijn is Frankrijk en de melk is Nederland. En de Kleefse enclaves waren speelballen tussen drie landen. De Kleefse enclaves werden Nederland, maar zo makkelijk ging het niet. Nee. Want in 10 jaar tijd gingen die Kleefse enclaves 7 keer van het ene naar het andere land. 7 keer, ja. Tussen Nederland, Frankrijk en Duitsland. Ja. Maar als dit nou de Kleefse enclaves zijn, de bitterballen. Ja. En u bent Duitsland. Dan beginnen ze bij u. En dan? En dan geeft hij ze aan mij, want dan ben ik Frankrijk. Ja, met Napoleon en zo. Met Napoleon. En dan? Nou, die zorgt dus dat ze bestuurd worden. En dan geeft hij ze uiteindelijk aan Nederland, maar houdt ze stiekem mee vast. Oh. Dan geef jij ze weer terug, want Napoleon wil uiteindelijk alles hebben. Mm-hmm. En dan verliest hij dus alles, geeft ze weer aan jou. En dan? Dan pakt de Duitser ze gauw terug. En dan geeft Duitsland ze uiteindelijk weer aan jou. En dan blijven ze bij Gelderland en bij Nederland, het de Kleefse enclaves. Niet helemaal eerlijk, maar ze belanden allemaal bij jou. Ja. Ik vind het eigenlijk wel een hele eerlijke, goede verloop van de geschiedenis. Nou, ik weet niet of ik daarmee leven kan. Mag ze allemaal hebben. Vooruit.